Zo, kleine Thomas. Nu weet je pas wat hard werken is, of niet? Op een morgen kon Thomas niet wakker worden. Zijn stoker en zijn machinist kregen hem niet op gang. Zijn vuur ging uit en er was niet genoeg stoom. Het was al bijna tijd voor de sneltrein. De passagiers stonden te wachten, maar de wagons waren er nog niet. Eindelijk kwam Thomas dan. Oh jee, gaapte hij. Hij haastte zich naar het station waar Gordon stond te wachten. Schiet eens op jij, zei Gordon. Schiet zelf maar op, antwoordde Thomas. Gordon begon een plannetje te maken. Ja, dacht Gordon, dat doe ik. En voordat de wagons goed en wel stil stonden, reed Gordon achteruit en werd hij aan de trein vastgekoppeld, dus vastgemaakt. Snel instappen, floot hij. De volgende ochtend merkte Edward dat er niets veranderd was. Gordon stond nog steeds op te scheppen. Kijk maar goed naar mij, kleine Edward, als ik met de sneltrein voorbij storm. Zoiets heb je nog nooit gezien. Tot ziens, kleine Edward. Kijk vanmiddag maar naar me uit. Edward ging weg om wagons te verplaatsen. Dat heet rangeren. Edward vond het leuk. Hij had veel plezier met de goederenwagons. Dan reed hij zachtjes achter ze en gaf zijn zetje. Daarna stopte hij en dan botsten die domme wagons op elkaar. Oh, gilden ze, wat gebeurt er toch? Edward speelde net zo lang tot er geen wagons meer waren. Toen stopte hij om uit te rusten. Zodra Henry genoeg stoom had, pufte hij naar buiten. Hij was smerig en zat onder de spinnenwebben. Oh, wat ben ik stijf, kreunde hij. Ga maar lekker wat rijden om je koppelingen los te maken. En zoek dan een draaischijf, zei de dikke controleur. Toen Henry terugkwam, voelde hij zich een stuk beter. Toen koppelden ze hem vast. Piep, piep, zei Edward. Ik ben zover. Piep, 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 zei Henry. Ik ook. Hard trekken, dan lukt het. Hard trekken, dan lukt het, puften ze samen. Het is ons samen gelukt, zeiden Edward en Henry. Geweldig, geweldig, hoera, hoera, zongen de wagons. Iedereen was blij. De dikke controleur leunde uit het raampje om naar Edward en Henry te zwaaien. Maar de trein reed zo hard dat zijn hoed afwaaide naar een geit die hem opvrat als tussendoortje. Ze stopten niet meer tot ze bij het station aankwamen aan het einde van de rit. De passagiers zeiden allemaal, dank u. En de dikke controleur beloofde Henry een nieuw laagje verf. Iedereen was er om de overwinning van Thomas te vieren. Maar ze gaven Bertie ook een warm welkom. Goed gedaan, Thomas, zei Bertie. Dat was leuk. Maar om jou te verslaan op die heuvel zou ik vleugels moeten hebben en een vliegtuig zijn. Ze houden elkaar nu druk bezig. Ze praten vaak over hun wedstrijd. Maar Bertie's passagiers vinden het niet prettig om heen en weer geslingerd te worden als lappenpoppen. En de dikke controleur heeft Thomas gewaarschuwd om niet gevaarlijk hard te rijden. Dus ook al willen ze, onder ons gezegd, graag nog een wedstrijd houden, ik denk niet dat ze dat ooit nog doen. En jij? Henry's machinist en stoker sprongen van hem af voor de botsing. Maar Henry was versuft en verbaasd. De dikke controleur kwam hem opzoeken. Het sein stond op veilig, meneer, zei Henry.
Kop op, Henry. Het was niet jouw fout. Het ongeluk kwam door de sneeuw en de kou. Ik stuur je naar de werkplaats voor zieke locomotieven. Daar veranderen ze je een beetje en krijg je een grotere oven. Dan voel je je weer beter en hoef je geen dure kolen meer. Is dat niet fijn? Ja, meneer, zei Henry. Maar hij dacht van niet. Ik zal Edward inhalen. Of anders, zei Bertie. Oh, mijn wielen en versnelling, kreunde hij en zwoegde de heuvel op. Ik word nooit meer de oude. Hoera, hoera! Ik zie hem, juichte Bertie toen hij boven kwam. Oh nee, Edward staat al op het station. Nee, hij stopt voor een wissel. Hoera, hoera! Bertie scheurde van de heuvel af. Goed zo, Bertie, riepen de passagiers. Doorgaan! Bertie slipte het station binnen. Wacht, wacht, riep Bertie. Hij was nog net op tijd om Edward weg te zien duffen. Het spijt me, zei Bertie. Het geeft niet, zeiden de passagiers. Achter hem aan, gauw. 3 keer is scheepsrecht, weet je. Denkt u dat we hem op het volgende station inhalen, chauffeur? We maken een goede kans, antwoordde de chauffeur. Onze weg rijdt vlak langs het spoor en wij kunnen makkelijker tegen de heuvels op dan Edward. Ik regel het wel. Hij praatte met de stationschef. Bertie en de passagiers wachten ongeduldig. Ja, dit keer lukt het ons, zei de chauffeur. Hoera, riepen de passagiers toen Bertie opnieuw achter Edward aanging. Ze reden zo langzaam langs het perron dat de inspecteur kon helpen. Precies op het goede moment klauterde de inspecteur in het stuurhokje en zette hij de rem vast. Eindelijk stopte Thomas dan. Hij en de inspecteur waren allebei opgelucht. Toen bedankte ze Harold. Ach, het was niets, zei Harold. Ik help altijd graag, wanneer je maar wilt. Zei de inspecteur. Dit moet niet meer gebeuren, Thomas. Thomas was het helemaal met hem eens. Kom nou toch, hijgde hij tegen zijn wagons. Anna en Clarabel deden hun best, maar Thomas merkte al gauw dat hij niet veel tijd kon inhalen. Plotseling zag Thomas Bertie staan. Er kwam stoom uit zijn motor. Wat is er aan de hand? Vroeg Thomas. Je moet al lang op het station zijn. Je bent laat. Ik voel me vreselijk, kreunde Bertie. Alles in me is van streek. En de chauffeur zegt dat hij me niet beter kan maken. Gelukkig ben jij ook laat. Wil jij alsjeblieft mijn passagiers meenemen? Ze komen anders nooit thuis. Natuurlijk, zei Thomas. Hij had medelijden met Bertie en beloofde hulp te halen op het volgende station. De volgende dag kwam Thomas terug. En Percy werd naar de werkplaats gestuurd. Anna en Clarabel waren dolblij om Thomas weer te zien. En hij nam ze meteen mee aan het rijden. Ze zijn nu allemaal vrienden. En Toby heeft Daisy veel geleerd. Ze heeft laatst helemaal alleen een koe van de rails gejaagd. Zo zie je maar. Niet waar? Waar ben jij geweest? Vroeg Toby. Ach ja, zei Thomas. Ik wist dat jij verdriet had om Percy en ik wilde je niet storen. Ik sliep in de goederenschuur en... Oh, sorry, geen tijd. Moet een wagon vragen voor een trein. Percy had niets naast aan zijn ongeluk overgehouden. En had nog steeds ontzettend veel plezier. Hij hoorde alles. Nou, wat vind je daarvan? Je zou nog denken, grinnikte Toby, dat onze Thomas net een spook gezien heeft. Al gauw werd Gordon schoongemaakt. Geen zeep in mijn ogen, mopperde hij.
De rest van de dag moest hij goederenwagons trekken. Hij botste hard tegen ze. Dat is voor jou. En jou. En jou. Goederenwagons leren het nooit, zei James. Van mij wel, snoof Gordon. Ik zal ze leren. James was klaar om de sneltrein te trekken toen Gordon terugkwam. Voorzichtig, waarschuwde Gordon. De heuvels zijn spekglad en je hebt misschien hulp nodig. Ik heb geen hulp nodig op de heuvels, antwoordde James trots. Gordon denkt dat hij alles weet. Luister, waarschuwde Jonker. De bergweg is moeilijk. Ik ga voorop. Nee, antwoordde Falco. Ik ga voorop. Hoe kan ik de weg leren kennen als jij voor mijn neus rijdt en mijn uitzicht bederft? Zoals je wilt, zei Jonker. Maar let niet op het uitzicht. Kijk naar het spoor. De locomotieven vertrokken. Kijk naar het spoor, pufte Jonker. Let niet op het uitzicht. Zeurkous, zeurkous, antwoordde Falco. Zeurenkousen, zeurenkousen, zeurenkousen. De locomotieven reden steeds langzamer en steeds langzamer. Niet treuzelen, niet treuzelen, zei Falco. Niet haasten, niet haasten, pufte Jonker. Al gauw kwamen ze bij een tunnel. Falco vond die tunnel niet prettig. Er zaten veel bochten in en hij kon niet zien. Ik wil eruit, zuchtte hij. Even leek het of alles veilig was, maar plotseling... Falco ontspoorde en hing gevaarlijk over de rand. Jonker hield hem dapper vast, met al zijn kracht. Niet zo bibberen, zei hij. Ik hou je niet als je zo bibbert. Waar is Percy? Mopperde Henry. Hij moet onze wagons brengen. We krijgen geen rust, klaagde James. Hij reed boos de draaischijf op en zei brutaal tegen Henry. Wat is er, Henry? Het regent vandaag niet. Sta niet te piekeren en doe ook eens wat. Ik ben niet meer bang om nat te worden, zei Henry. Trouwens, je ziet er net zo dom uit als een clown. Jij moet bij het circus. Ah, floot Percy. Dus je hebt het gehoord? Wat gehoord, bromde Gordon. Van het circus. Percy, waar heb je het over? Het circus is aangekomen, zei Percy. Ik heb speciale wagons gerangeerd. Jullie moeten de dikke controleur ook helpen. De locomotieven vergaten al gauw om moe en boos te zijn. Totdat het circus weer moest vertrekken. Toen waren Gordon en Henry opnieuw boos, omdat James de trein mocht trekken. Nu ging de spoorlijn omhoog. Scarlowy had haast geen stoom. Rustig aan, zei zijn machinist. Het gaat wel beter als we naar beneden rijden, zei Scarlowy tegen zichzelf. Maar dat was niet zo. Hij had niet zulke sterke veren en zijn wielen bonkten over de naden in de rails. Ten slotte sprong er een veer kapot. Ik voel me verkreukeld, riep Scarlowy. Nu hebben we een bus nodig voor de passagiers, zuchtte zijn machinist. Nee, zei Scarlowy, ik breng ze naar het station. Al val ik uit elkaar. We hebben de koppelingen losser gemaakt, Edward. Nu kan je de wagons één voor één trekken. Net als goederenwagons. Dat is veel makkelijker, zei Edward. Kom mee, pufte hij. En hij reed voorzichtig naar voren. De eerste wagon begon te rijden en hielp de tweede om te gaan rijden. En de tweede hielp de derde. Het is me gelukt, pufte Edward. Rustig aan, waarschuwde de machinist. Goed gedaan, jongen. Je hebt ze. En hij luisterde blij naar het geluid dat Edward maakte toen hij langzaam maar zeker verder reed. Eindelijk.
Moe en een beetje kapot, maar als winnaar stoomde Edward het station binnen. Henry wachtte op de vakantiegangers met een extra trein. Piep, piep. De dikke controleur wees boos naar de klok. Maar de passagiers waren dolblij en juichten en bedankten Edward, zijn machinist en zijn stoker. Duck en Boko zorgden ervoor dat Edward met rust gelaten werd. Gordon en James hielden beleefd hun mond.